Eindhoven is voor de tweede keer op rij winnaar van de Nationale City Marketing Trofee. Een erkenning voor het goede beleid van citymarketingorganisatie Eindhoven 365. Want het lukt ze dus goed om de stad op de kaart te zetten. In je eigen vakgebied is de grootste eer die je kunt halen. En daardoor is het denk ik ook voor Eindhoven en voor de bestuurders en voor de mensen die echt achter de schermen werken aan een goede, leefbare en herkenbare stad een enorme eerbetoon. Nou, wat ik heel mooi vind aan Eindhoven, ja, we zeggen altijd, we zijn niet het mooiste meisje van de klas, we zijn het spannendste meisje van de klas. Hè. Dus het mooie vind ik aan Eindhoven dat het zo, je kunt ermee spelen met de stad. Hè. Je kunt er tijdelijk dingen veranderen, zoals met de Dutch Design Week of met het Glow Licht Festival. Alles zo door elkaar maakt Eindhoven een hele, ja, hele speelse stad. Dat vind ik er echt heel erg fijn aan. Ze timmeren hard aan de weg om leuke activiteiten, leuke dingen te organiseren. Heel aantrekkelijk, zeker. Eindhoven is dan toch, na Amsterdam vind ik het toch wel een beetje de grootste stad. Vooral ook omdat er een vliegveldje bij hoort en zo. Dus ik denk dat meer binnenlandse toeristen zal trekken misschien. Van ja, een dagje Eindhoven in plaats van een dagje Amsterdam, wat mensen wel eens doen, misschien dat. I'm staying in Strip, so there's always lots of young people and lots of things going on. That's quite edgy and quite modern and I've enjoyed myself so far. Wereldwijd kennen 1 op de 5 hoogopgeleiden kennen Eindhoven. Nou, ze moeten eerst weten dat je bestaat om überhaupt iemand kunt verleiden van wil je bij ons ook komen wonen en werken. Dat Eindhoven zichzelf goed op de kaart kan zetten is wel duidelijk na 2 overwinningen. Maar toch kan de stad niet aan de wensen van iedereen voldoen. Nou, het is niet een gezellige stad, vind ik. Pas in Rotterdam geweest, in Leiden geweest, in Delft geweest. Dat zijn steden waar ik meer van hou. Daar heb ik een beetje meer oude dingen overgebleven. Hier worden moderne dingen tussen oude dingen gepropt. En ja, daar ben ik het niet zo mee eens. Super aanbij, 2 dozen voor 3, 4 voor 5. Ik heb hier 3 markten, 3 weekmarkten in Eindhoven, vandaar dat ik Eindhoven vrij redelijk goed ken. Ja. Goed draaiend centrum hier. Ja. En daar kunnen we hier een leuke boterham verdienen.